Goedenavond. Frankrijk komt met extra antiterrorisme maatregelen en wijst met de beschuldigende vinger naar België. Les actes de guerre de vendredi ont été décidés, planifiés en Syrie. Ils ont été organisés en Belgique, perpétrés sur notre sol avec des complicités françaises. De lerares van een van de daders vertelt over zijn radicalisering in Molenbeek. En de Franse en Belgische aanpak tegen radicalisering lijkt niet te werken. Hoe doet Nederland het? Normaal gesproken is Duitsland-Nederland een wedstrijd die bol staat van rivaliteit en sentiment. Maar na Parijs is het een vriendschappelijk duel van medeleven en verbondenheid. Stevige oorlogstaal vanmiddag van president Hollande. Hij wil samen met Amerika en Rusland optreden tegen IS. Hollande sprak tot het Franse parlement. Hij vroeg toestemming om de noodtoestand met 3 maanden te verlengen. En hij herhaalde: Frankrijk is in oorlog met IS. Si bien que nous ne sommes pas engagés dans une guerre de civilisation, parce que ces assassins n'en représentent aucune. Nous sommes dans une guerre contre le terrorisme djihadiste qui menace le monde entier et pas seulement la France. J'estime en conscience que nous devons faire évoluer notre constitution pour permettre au pouvoir public d'agir conformément à l'état de droit contre le terrorisme de guerre. Dans ma détermination à combattre le terrorisme, je veux que la France puisse rester elle-même. Les barbares qui l'attaquent voudraient la défigurer. Ils ne parviendront pas à la faire changer de visage. Jamais ils ne doivent réussir à abîmer l'âme française. We gaan naar correspondent Ron Linker in Parijs. De term oorlog die hebben we vaker gehoord de afgelopen dagen. En nu begint president Hollande er ook weer mee. Ja, het is een oorlog die op heel veel fronten tegelijkertijd wordt gevoerd in het buitenland. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld Syrië, daar wil Frankrijk dus die grote coalitie. Nou, men maakt er werk van, want de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry wordt morgenochtend op het Élysée-paleis verwacht om daar met president François Hollande te praten over het vormen van een coalitie waarbij ook met Rusland zou moeten worden samengewerkt. Dat, maar ook in Europa, de buitengrenzen moeten beter beschermd worden, vindt Hollande, om te voorkomen dat terroristen meegaan met migranten Europa in en dan voor aanslagen kunnen zorgen. Ron, en opvallend wat Hollande ook nog zei, is dat hij de grondwet wil aanpassen. Ja, dat is het binnenlandse front. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de noodtoestand die nu is afgekondigd. Als het aan Hollande ligt, wordt die met 3 maanden verlengd. Dat betekent 3 maanden lang dat de politie gemakkelijk huiszoekingen kan uitvoeren. Maar dat ze ook, dat staat er ook in, bijvoorbeeld de persvrijheid aan banden kunnen leggen. 3 maanden. En dan heeft Hollande ook nog gevraagd of de grondwet kan worden aangepast om bijvoorbeeld opsporingswerkzaamheden makkelijker te maken. En hij heeft gezegd, denk bijvoorbeeld aan mensen met een dubbele nationaliteit. Als mensen met een dubbele nationaliteit zich schuldig maken aan terreurdaden, zei president Hollande, dan zouden ze eigenlijk zo snel mogelijk de Franse nationaliteit moeten gaan verliezen. Kortom, een oorlog op verschillende fronten in binnenland en buitenland. Ron Linker vanuit Parijs, dankjewel. Frans president had het er al over. België in de Brusselse gemeente Molenbeek kan de zwaar bewapende agenten straten uit. Molenbeek lijkt opeens het centrum van het terrorisme. Vanochtend begon het, toen zette de politie de wijk af en ze gaan ook vanavond door met die zoektocht. Doelwit is deze voortvluchtige Salah Abedslam. Die is waarschijnlijk betrokken bij de aanslagen in Parijs. Een paar uur na de aanslagen werd hij in een auto tegengehouden aan de grens met België. Abedslam werd toen nog niet gezocht en de politie liet hem toen gaan. En hier woonde hij recht tegenover het gemeentehuis, samen met zijn ouders en broers. Een van die broers kwam daar buiten. Je ne sais pas vous dire pourquoi. Je ne sais pas vous dire comment. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille ouverte. Nous avons jamais eu de problème avec la justice. Straks in Nieuwsuur meer over Molenbeek. Onder meer een gesprek met de burgemeester van Vilvoorde. Dat is een randgemeente van Brussel, waar relatief veel Syriëgangers wonen.
Zo'n 500 mensen hebben vanavond bij de Esselam-moskee in Rotterdam de slachtoffers van de aanslagen in Parijs herdacht. Vertegenwoordigers van de Rotterdamse moskeeën, kerken en synagogen riepen op tot verdraagzaamheid en ze veroordeelden de terreur. We want peace, not war. Ik sta voor vrede en ik vecht ervoor tot ik dood ga. Toen het bevestigd was dat het toch in de naam van islam was, was het heel veel verdriet. Ik wil laten zien dat ik het heel erg vind wat er momenteel gebeurt in de wereld. En ik het heel belangrijk vind dat we als gemeenschap met z'n allen door één deur kunnen. En daarom ben ik hier. Ieder mens met een hart en een geweten is geraakt door deze vreselijke terroristische aanslag en leeft mee met alle slachtoffers die zijn gevallen. Hier wonen meer dan 50 miljoen moslims. En als Europa wordt aangevallen, dan worden de moslims ook aangevallen. Niet alleen de niet-moslims. Wat kunnen we doen tegen deze terreur? En voor alles geldt, leef uw leven. Laat u niet intimideren. Pak gewoon de metro. Ga uit eten, luister naar muziek en juich voor Feyenoord. De beveiliging bij concerten in Nederland is sinds afgelopen weekend verscherpt, zegt organisator Mojo Concerts. Aanleiding is de aanslag tijdens het concert van de Amerikaanse band Eagles of Death Metal in Parijs. De beveiliging is opgeschroefd bij concerten in onder meer de Ziggo Dome in Amsterdam en in Ahoy in Rotterdam. Ook poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht neemt extra maatregelen. Morgenavond hebben we voor het eerst weer 4000 mensen in het gebouw en dan weten we wat we gaan doen. Maar wat het ook zal zijn, daar gaan we geen mededeling over doen. Afgelopen weekend zegden een aantal bands concerten in Europa af vanwege de aanslagen in Parijs. Het poppodium in Utrecht merkt onrust onder de artiesten en het publiek. We zijn zaterdag overdag al door diverse mensen gebeld en gemaild met de vraag of het 's avonds wel veilig zou zijn om hier naartoe te komen. En tot nu toe hebben die mensen goed gerust kunnen stellen. Maar ja, er is absoluut een verhoogde gevoel van onbehagen, zal ik het op zijn minst noemen. De Nederlandse aardoliemaatschappij denkt dat er in de provincie Groningen 5.000 tot 10.000 huizen moeten worden verstevigd om ze aardbevingsbestendiger te maken. Tot nu toe ging de NAM uit van 50.000 panden. De maatschappij baseert zich op nieuw onderzoek. Groninger Bodembeweging is verbijsterd en eist dat er per huis een risicoanalyse komt. De provincie Groningen berekende eerder dat nog 152.000 huizen onveilig zijn. De provincie kwam tot dat geval omdat flats en appartementen in een eerder onderzoek niet waren meegenomen. Het aantal vrouwelijke topmanagers blijft ver onder het streefgetal van het kabinet. 1 op de 3 topfuncties zou door een vrouw moeten worden vervuld, maar in werkelijkheid is dat 1 op de 10. En als het over een jaar niet heel veel beter is, dan komen de verplichte quota voor het aantal vrouwen op topposities, zegt minister Bussemaker. De resultaten zijn buitengewoon teleurstellend. Ik kan het niet anders zeggen. 2000 metaalmedewerkers legden vandaag hun werk neer. Want ze staken omdat ze meer invloed willen op hun roosters. Werkgevers zijn bereid een beter loonaanbod te doen en hebben de bonden uitgenodigd voor nieuwe besprekingen. En het was niet de eerste staking. Sinds mei zijn er wekelijks stakingen bij metaalbedrijven als DAF, Scania en ook Fokker. Gaan we terug naar Parijs, want Frankrijk slaat dus terug met een reeks antiterrorisme maatregelen en bombardementen op Syrië. Een oorlog die ver weg was, is voor de Fransen nu opeens heel dichtbij gekomen. Wat betekent het als Frankrijk in oorlog is en wat moet president Hollande doen om het land bijeen te houden? Chers frères et sœurs, notre communauté est rassemblée ce matin après le drame de vendredi soir dans notre quartier. Nous pleurons avec ceux qui pleurent. Nous avons perdu un proche, un voisin. Certains parmi nous ont été témoins de cette violence. Nous ne sommes plus en paix, que nous avons à affronter un monde violent, un monde où les problèmes
internes et les problèmes externes se mélangent. Et ça, c'est une prise de conscience, je crois, nouvelle, que ces événements ont accéléré. President Hollande heeft het inmiddels 4 keer gezegd. Frankrijk is in oorlog met IS. Het land bombardeert doelen in Syrië en IS brengt de oorlog tot in de straten van Parijs. La guerre asymétrique, ça peut être la guerre du fort au faible, ça peut aussi être la guerre du faible au fort. L'idée de la guerre asymétrique, c'est que le faible va utiliser ses quelques points forts pour attacher les quelques points faibles du fort. Donc vraiment, il y a cette Et ça question. Se passe maintenant à Paris. Ça se passe maintenant à Paris. Vandaag is het weer een gewone dag waarop Parijzenaars weer aan het werk gaan. Op de plaatsen rond de aanslagen na is er weinig ongewoons te zien. On a compris en France qu'il s'était passé quelque chose de très grave. Mais on n'a pas intériorisé complètement la gravité, c'est-à-dire le fait qu'on est entré dans une nouvelle période historique, dans une période où il va falloir faire avec la violence. Je vous en donne un exemple concret. Nous sommes maintenant ici, dans cet endroit magnifique. Est-ce que quand vous voyez tous ces gens qui se promènent, vous avez le sentiment qu'il y a un état d'urgence ? Collègues journalistes qui disent qu'il faut effectivement rester... Maar de onderhuidse spanning is groot. Dat bleek bijvoorbeeld gisteravond op het Place de la République, waar een spontane bijeenkomst was. Il y a un effet d'inquiétude. Et un effet un petit peu de déstabilisation, évidemment de perte de confiance. Als er ergens op het plein vuurwerk wordt afgestoken, breekt enorme paniek uit. Cette tension, bien déjà ne pas nous laisser entraîner dans la peur, mais nous enraciner dans la prière. C'est ce que nous faisons ce matin. Voor president Hollande nu de taak om tegelijkertijd verregaande maatregelen te nemen, boven de partijen te staan en het land bijeen te houden. Déjà aujourd'hui, nous entendons Marine Le Pen et le même Nicolas Sarkozy et d'autres dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique française. Et donc au lieu qu'il y ait une valeur supérieure à la politique, l'appel à l'intérêt supérieur de la nation, eh bien qu'est-ce qu'on va voir? Les partis politiques vont commencer à se critiquer les uns les autres et il faut savoir que dans 3 semaines, en France, nous avons des élections très importantes. Et donc les partis politiques vont vouloir se distinguer les uns des autres. Un des enjeux pour le gouvernement français, et de ne pas perdre la confiance du public et de la société dans la capacité de l'État de réagir. Donc François Hollande, assez classiquement, a dit « Nous allons réagir, nous allons porter cette guerre asymétrique sur le même terrain que ceux qui nous ont frappés, nous allons être sans pitié, en quelque sorte, hein, sans hésitation contre eux. » Ensemble, nous disons cette prière. Seigneur, fais de moi un instrument de paix, là où est la haine, que je mette l'amour, là où est l'offense, que je mette le pardon. De beschuldigende vinger gaat sinds Parijs steeds meer uit naar de Brusselse deelgemeente Molenbeek. 2 van de daders kwamen er vandaan. Hollande noemt dus België als de plek waar het bloedbad in Parijs is voorbereid. En met name de Brusselse deelgemeente Molenbeek komt dan in beeld. De veiligheidsdiensten hielden daar vanochtend een grootscheepse klopjacht naar een van de hoofdverdachten. Uiteindelijk bleek dat tevergeefs. Broeinest Molenbeek. De link met de Parijse aanslagen breidt zich verder uit.
We moeten niet fier zijn op wat er allemaal rond Molenbeek gebeurt vandaag. Het is een beetje een passageplaats geworden. Meneer Nemouche heeft van daaruit geageerd. Voor het Joods Museum El Kazani, voor de Thalys heeft van daaruit geageerd. Maar die woonde niet in Molenbeek. Deze personen wel. Dat is een gigantisch probleem. En ik wil met de regering acties voeren. We hebben de principiële beslissing genomen om een actieplan te voeren voor Molenbeek met de lokale autoriteiten. Dat betekent zeer concreet meer middelen. We zijn bereid om meer middelen vrij te maken voor de inlichtingsdiensten. Om preventief te werken, maar ook om repressief te werken. It's not the first time, so we are knowing that. And we are knowing that we need to organize more and more actions in such a place, like in other places in Europe. It's not only there, it's also in some cities in France and some cities in other countries. But to do that, we need to exchange more and more intelligence. Twee van de omgekomen daders woonden in Molenbeek. Volgens sommige bronnen zijn alle daders vanuit de Brusselse gemeente naar Parijs vertrokken. In de Franse pers wordt Molenbeek de hoofdstad van het Europese jihadisme genoemd. Voor de mensen die hier wonen, étonnant, c'est de réduire l'échelle d'un quartier à une phrase, à une accusation. Het VRT-journaal sprak vanavond met een lerares van een van de Franse zelfmoordterroristen. Hij woonde in Molenbeek en was begin dit jaar nog een gewone scholier op een Nederlandstalige school in Brussel. Hij was eigenlijk heel geïnteresseerd in politiek, meer dan andere leerlingen eigenlijk. Hij was heel, dat was eigenlijk wel interessant en leuk om zo iemand in de klas te hebben. Dat gaf pit aan de discussies. Maar zijn sympathieën gingen, vond ik, meer en meer uit naar extreem gedachtegoed. Na de aanslagen op Charlie Hebdo was er een heel tumultueuze les geweest waarin hij eigenlijk bijna alleen het woord nam. Hij verdedigde dat. Hij zei dat het terecht was dat die vrije meningsuiting stopt waar er beledigd wordt, waar religie beledigd wordt. Ja, toen ben ik echt verschoten en dat heb ik ook opnieuw gesignaleerd eigenlijk. Zowel tijdens een klasraad als per schriftelijke communicatie naar de directie toe. Ja, en we gaan naar België, naar burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde, een gemeente aan de rand van Brussel, waar vandaan veel jongeren naar Syrië zijn vertrokken. Goedenavond, meneer Bonte. Goedenavond. Goedenavond. U was ooit straathoekwerker in Molenbeek. Alle vingers wijzen nu richting België, richting die gemeente. Voelt u zich aangesproken? Het is inderdaad pijnlijk dat de terreuraanslagen in Parijs blijkbaar zeer duidelijk linken hebben met de hoofdstad van Europa. En dus met Brussel en met Molenbeek in het bijzonder. Ik voel mij in die zin aangesproken. Ik denk dat elkeen die ook politiek actief is, zich aangesproken voelt door dergelijke drama's. Hier speelt is dat we effectief moeten vaststellen dat in dit deel van de hoofdstad er blijkbaar heel wat mensen vertoeven die geradicaliseerd zijn. Maar laat mij direct een illusie wegnemen. Het is niet zo dat wanneer men Molenbeek oplost, zoals de regering het nu ook plant, wat effectief nodig is, dat men daarmee het probleem Brussel oplost. Want tot mijn spijt moet ik vaststellen dat dat radicalisme opduikt ook in andere Brusselse gemeenten en ook in andere steden van Vlaanderen. Maar vooral in Brussel moet men veel ambitieuzer zijn. Men moet veel verder kijken dan Molenbeek. Ik heb soms de indruk dat men nu het brandje Molenbeek wenst te blussen, en terecht. Maar men moet ook ervoor zorgen dat het niet elders meer brandt. En dat betekent dat men het moeilijke werk moet aanvatten om de hoofdstad van Europa, om Brussel, op een moderne manier te organiseren op vlak van veiligheidsbeleid. Nu ligt alles versnipperd over 6 verschillende politiezones, aangestuurd door 19 verschillende burgemeesters. En ik kan u verzekeren dat het een chaos is in de opvolgingsbeleid, in het preventiebeleid, in ook de opvolging van radicalisme. Ik denk, we moeten daar naar een performant georganiseerde 1 politiezone met duidelijke aansturing, waarbij ook de informatie tussen die verschillende
diensten en tussen die verschillende wijken en gemeenten veel gemakkelijker circuleert. Ja, want het roept natuurlijk heel veel vragen op dat er zoveel mensen actief kunnen zijn zonder dat de veiligheidsdiensten daar blijkbaar weet van hebben, of in ieder geval op acteren. Nou, waren er vandaag ook berichten, in, onder andere in De Morgen, waarin stond dat de veiligheidsdiensten in België ook niet goed geëquipeerd zijn om dit werk te doen. Onder andere omdat er een tekort zou zijn aan Arabisch sprekende medewerkers. Herkent u dat? Wel, ook dat is een klacht die inderdaad niet nieuw is. We hebben de voorbije jaren, is het inmiddels, vanuit verschillende burgemeesters, ook ikzelf, maar ook andere collega's, ja, de alarmbel getrokken dat er effectief op het vlak van de staatsveiligheid, de inlichtingendiensten, dat er versterking nodig was. Dat er ook versterking nodig was bijvoorbeeld om het internet te screenen op radicaliserende recruteringsacties. We hebben zeer pijnlijk moeten vaststellen een paar weken terug dat er op dit moment één halftijds bezig is met die screening van het internet. Dus met andere woorden, we hebben vroeger al aan die alarmbel getrokken. Vandaag is het weer zover. Laat ons inderdaad niet te veel bezig zijn met het verleden. Ik denk dat we de kalmte moeten bewaren, maar wel doortastend moeten beslissen en beslissingen uitvoeren vooral. En dus vandaag komt het erop aan om effectief zeer duidelijk te maken dat we de komende dagen, weken, als land, als systeem, volop zullen inzetten op een betere opvolging vanuit veiligheidsdiensten en inlichtingendiensten. Want ik vrees dat de samenleving het niet meer zal pikken als we die fouten verder blijven maken. Ja, want het roept verbazing op dat nu zoveel slachtoffers in Parijs, maar er zijn natuurlijk eerdere acties geweest van terroristen die ook vanuit Molenbeek zijn georganiseerd. Dus volop aanwijzingen dat het beter moet. Wat moet er nu wat u betreft concreet gebeuren? Want we hoorden de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken eerder zeggen, er moet een tandje bij. Nou, dat lijkt me een understatement. Maar hij zou de wijk gaan opschonen. Wat moet er gebeuren? Wel, maar nogmaals, ik denk dat we het laatste wat we nu nodig hebben is een soort steekvlambeleid, een steekvlampolitiek. En ik heb sterk het aanvoelen dat één ieder nu kijkt naar Molenbeek en dat we met z'n allen nu Molenbeek gaan moeten oplossen. Ik denk dat dit effectief aan de orde is. Maar veel structureler en veel belangrijker is dat men het hoofdstedelijk gewest met zijn 19 verschillende gemeenten, dat men daar een veilig en beter georganiseerd veiligheidsbeleid mogelijk maakt. Want laat mij wel wezen, ook uit de recente gegevens die wij ontvangen vanuit Parijs omtrent daders en organisatie, beperkt het zich tot mijn spijt niet alleen tot mensen die in Molenbeek wonen, maar ik hoor ook dat er mensen van Neder-Overheenbeek, en dat is dus Brussel zelf, betrokken zijn. En uit datgene wat ik rondom mij zie, is het probleem niet enkel Molenbeek, maar zit het probleem bijvoorbeeld ook in Anderlecht, in Saarbeek, in een aantal andere wijken en gemeenten van de hoofdstad. En dus ik begrijp dat het moeilijk is om Nederlanders te doen inzien hoe complex ons land is en ook hoe complex onze hoofdstad is. Maar geef toe, 19 verschillende burgemeesters die allemaal politionele bevoegdheid hebben. En dan nog opgesplitst in 6 verschillende politiezones. Ja, dat is bijna de chaos organiseren of de oncontroleerbaarheid gaan organiseren. En we moeten van deze gigantische crisis gebruik maken om het hoofd koel te houden en effectief Molenbeek op te lossen. Maar gelijktijdig ook doortastende maatregelen hebben die ertoe leiden dat de hoofdstad van Europa op een moderne, performante manier georganiseerd is wat het politiewerk betreft. Ja, dat is het politiewerk, de organisatie als gemeente. Nog even, we hoorden de lerares die een van de daders les heeft gegeven en dat radicaliseringsproces zag en waarschuwde. Hoe kijkt u daarnaar? Wel, dit is tot mijn spijt een verhaal die ik hier zeer sterk herken. U weet misschien dat in mijn stad, vanuit mijn stad, 28 jonge mensen vertrokken zijn naar Syrië, dat er ook een aantal teruggekeerd zijn, een achttal, dat we daarnaast nog 45 mensen hebben die we nauwkeurig opvolgen. En dus het verhaal van de leerkracht is zeer herkenbaar. Wij hebben dat hier ook meegemaakt. Maar dat moet inderdaad er ons toe brengen dat men veel alerter moet reageren als men in die scholen dergelijke signalen opvangt. Het volstaat niet om het te signaleren aan de directie, of het volstaat ook niet om het te signaleren aan de lokale politiedienst. Het is zo dat het effectief ter harte moet genomen worden en dat die mensen moeten opgevolgd worden van nabij. Het zij sociaal, het zij politioneel. En wat Vilvoorde betreft, mijn stad, gebeurt dit doorgaans op beide sporen. En zonder de pretentie te hebben echt niet om
om de remedie hier te hebben. Maar ja, ik denk dat die aanpak wel bewijst dat het werkt. Het is anderhalf jaar terug nu dat er geen enkele persoon meer uit Vilvoorde vertrokken is. Ik stel gewoon vast dat het vanuit de hoofdstad blijft een fenomeen zijn dat jonge mensen daar vertrekken. Dus met andere woorden, ook hier laat ons het hoofd koel houden. Laat ons kijken wat werkt. En effectief, hier en daar zie je in Europa, zie je in ons land, steden waar het wel werkt. En ik denk dat ook dat moet geïmplementeerd worden, toegepast kunnen worden in onze hoofdstad, die nu zo slecht voor de dag komt. Maar dat zal tot mijn spijt enkel en alleen maar lukken als je het veiligheidsbeleid, de architectuur van het veiligheidsbeleid in de hoofdstad, zeer grondig aanpakt. En dus naast het bluswerk dat nodig is in Molenbeek, heb je ook structureel werk te doen, zodoende dat het morgen en overmorgen niet elders begint te branden. Ja, het is duidelijk wat uw verhaal is. Hartelijk dank, Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde. Hartelijk dank. Ja, Frankrijk is in oorlog met IS, zegt president Hollande meerdere malen. En hij zoekt bondgenoten. Er is een groot aantal landen en strijdgroepen nu aan het vechten in Syrië en Irak. Jeroen, jij hebt een overzicht. Ja, de Fransen bombardeerden Syrië dus de afgelopen nacht. Dat was een vergeldingsaanval. Met 12 gevechtsvliegtuigen werden een commandocentrum en munitieopslagplaatsen in Raqqa getroffen. Amerikanen hebben de afgelopen nacht oliedepots bij Raqqa gebombardeerd. Frankrijk is dus niet het enige land dat militair actief is in Syrië en Irak. Om te beginnen Syrië. Het regeringsleger van president Assad daar heeft nog maar ruim een kwart van het land in handen. En zijn leger stelt weinig meer voor. Maar hij krijgt de militaire steun uit Rusland, van Iran en van de Libanese Hezbollah-beweging. En daarmee boekt hij de laatste weken weer wat vooruitgang. Maar zonder Russische hulp, nu ook van laagvliegende helikopters, lukt het niet. اننا نعبر عن مواساتنا وتضامننا الانساني والعاطفي والاخلاقي مع كل هؤلاء الابرياء الذين تجتاحهم الاداره المتوحشه لداعش. Ja, in Syrië heeft IS flinke gebieden in handen, met daarin de hoofdstad van het zelf uitgeroepen kalifaat Raqqa, en daarnaast zijn er talrijke andere strijdgroepen actief onder Al-Nusra, dat is de Syrische tak van Al-Qaeda. En in het noorden van het land van Syrië hebben de Koerden ook nog een strook land in handen. Zij worden gesteund door de Amerikanen en hun bondgenoten. En de Amerikanen en de Russen die hebben afspraken gemaakt om elkaar niet in de weg te zitten in Syrië. Gisteravond spraken de presidenten Obama en Poetin elkaar. Dat was in Turkije. Rusland wil alle geschillen, zoals Oekraïne, nu terzijde leggen en samen vechten tegen IS. Naar het buurland, Irak. Ver daar vecht IS tegen het Iraakse regeringsleger en tegen Sjiïtische strijdgroepen. In het noorden van Irak, daar hebben de Koerden een eigen autonome regio ingesteld. Rechtsboven op de kaart. En in Irak voert een internationale coalitie onder leiding van Amerika bombardementen uit op IS. En ook Nederland doet daar aan mee. Marianne. Dankjewel, Jeroen. Ja, bij mij aan tafel Frank van Kappen, defensiespecialist en VVD-senator. Welkom. Ja, heiligt het doel de middelen? Moet het Westen gaan samenwerken met Poetin in deze strijd tegen IS? Ik denk in ieder geval dat daar een mogelijke kans is om in ieder geval de situatie te verbeteren. Soms moet je helaas met bepaalde partijen aan tafel waar je geen normen en waarden mee deelt. Maar op basis van gemeenschappelijke belangen moet je elkaar toch weten te vinden. Het is niet de eerste keer in de geschiedenis trouwens dat gebeurt. Want? Wat is een belangrijk ander voorbeeld? Tweede Wereldoorlog. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog hebben we dus ook heel nauw samen moeten werken met minister Stalin om allerlei afspraken over te maken. Dat is ook niet iemand waar je een biertje mee ging drinken s'avonds. Dus het is op zichzelf niet zo uniek. Wat wel uniek is, is dat je een verschuiving ziet. Vroeger was de coalitie die bepaalde een doel. Hè. Gelijkgestemde landen zeiden dat is ons doel. En je ziet hoe langer nog meer in de internationale politiek dat nu in deze chaotische toestanden een doel opduikt. En het doel bepaalt dan de coalitie. En dat is vaak een gelegenheidscoalitie. En dat bestaat niet altijd uit landen die mekaars normen en waarden omarmen. Mm-hmm. Wat is het belang van Poetin om dit te doen? Poetin heeft er enorm belang mee. Want hij heeft natuurlijk een enorme tik gekregen met het neerhalen van dat Russische vliegtuig in de Sinaï. Dat is wel degelijk een onderdeel van deze hele campagne geweest. En Poetin heeft natuurlijk die heeft helemaal geen behoefte aan een kalifaat in de zachte onderbuik van de Caucasus. Dus hij heeft al genoeg problemen in Rusland zelf. 30 miljoen moslims in Rusland, die zijn natuurlijk niet allemaal extreem. Maar er zit wel een club tussen die dat wel is. En een heel groot gedeelte van de strijders van IS komt uit Rusland. Zijn Russisch sprekend. Oké, dat is het belang voor Rusland. Maar we zijn ook in strijd. We hebben een conflict met Rusland. Zou er dan een deal zijn van laten we Oekraïne en alles wat daar gebeurt is maar even liggen. We gaan nu ons hierop richten.
Ja, dat speelt op de achtergrond wel degelijk, denk ik. Dat merk je ook wel een beetje in de retoriek. Toen Poetin in eerste instantie aanbood van... kijk, ik ga dat gebied van Assad zeker stellen, want daar ligt mijn marinehaven. Die wil ik zeker behouden. Het noordelijk gedeelte zal door de Koerden worden beheerst. Maar als we niks doen, dan breekt in de rest van Syrië de totale chaos uit. Allerlei krijgsheren die elkaar bestrijden. En als we niks doen, dan gaat IS dat winnen, want IS is het best georganiseerd. Dus laten we nou samenwerken om IS uit te schakelen. Daar is over gesproken achter de schermen. Het grote struikelblok was natuurlijk Assad, de positie van Assad. Maar je merkte dat er al geschoven werd door Kerry en door Merkel. Die zeiden, nou ja, Assad moet wel weg, maar niet morgen. En misschien dus dat is onderdeel van de deal. Dat is onderdeel daarvan. En een ander onderdeel van de deal is waarschijnlijk geweest dat als ze het zouden doen, dat de Russen dan zouden moeten dimmen in de Oekraïne. En je ziet ook dat het vrij rustig is in de Oekraïne. Ja. Die deal is inderdaad toch gestruikeld omdat Obama op dat moment geen zin had om inderdaad met Poetin, met name met Assad in zee te gaan. Maar je ziet nu, nou wat er gebeurd is met het Russische vliegtuig en de georganiseerde campagne die je dus nu ziet in Europa, en we hebben daar het einde nog niet van gezien hoor, dat zowel Poetin als ook Obama zich achter de oren krabben en zeggen, ja, misschien moeten we dan toch maar even onze verschillen opzij zetten. Dat komt later dan nog wel een keer. En onze eerste prioriteit zal toch moeten zijn om in ieder geval te zorgen dat IS niet de overhand krijgt in het uit elkaar vallende Syrië. Want u zegt, er komt meer aan. Ja, dit is duidelijk een georganiseerde campagne. Dit zijn geen lone wolves, dit zijn geen eenlingen. Het is goed georganiseerd. Je ziet ook duidelijk dat mensen een militaire training hebben gehad. En ook de volgorde daarvan. Eerst Poetin een klap vanwege het bombarderen, daarna de Fransen een klap. Ja, er zijn nog wel anderen aan de beurt, hè. De Amerikanen en andere landen die dus deelnemen aan de strijd in Syrië en Irak tegen ISIS. Die staan allemaal op het lijstje. En het is ook een gevolg van het feit dat IS, met name in Irak, erg in het nauw zit. Door de verovering van Sinjar is hun bevoorradingslijn tussen Raqqa en Mosul is afgesneden. Ze worden behoorlijk onder druk gezet. Het Iraakse leger is zich een beetje aan het herpakken. De Koerden hebben natuurlijk behoorlijk succes geboekt. Dus het gaat daar slechter met ze. En wat je dan dus ziet in het handboek van dit soort organisaties is dat je dan asymmetrische oorlogvoering gaat bedrijven. Dan richt je je dus op het bindweefsel van de samenlevingen die vliegtuigen en die militairen in het veld brengen. Het bindweefsel van de samenleving, als dat ontbindt, als je totale paniek. Dus je richt je op de burgerbevolking. Als de burgerbevolking dus in totale paniek raakt, als je de controle kwijtraakt, als je de breekijzer zet in de breuklijnen die je altijd in een samenleving hebt, en die samenleving die ontbindt, ja, dan gaan die troepen vanzelf weg en die vliegtuigen ook. Ja. Dat is een beetje de theorie die ze volgen. En dat is ook heel duidelijk slecht in het veld. Het gaat slecht in het veld. Dus richten ze zich op de burgerbevolking van de landen die dus de vliegtuigen en de troepen leveren die tegen IS strijden. En dus zegt president Hollande meerdere malen, wij zijn in oorlog met IS. Ik sprak eerder vanavond de voormalig CIA-directeur James Woolsey. En ik vroeg hem wat hij vindt dat Frankrijk nu zou moeten doen. Laten we even luisteren. I think France would be well advised under Article 4 of the NATO Treaty to call for discussions of the situation. And then under Article 5 to do what we did after the Al-Qaeda attack on 9/11, we called for the implementation of Article 5 of the NATO treaty, and France could do the same thing, which effectively brings all of NATO into the war on the side of France. Doesn't dictate what any one country will do or how many troops it would send or aircraft or whatever. But it does make it a war of all against the attacker. But is it possible to defeat ISIS with military means without boots on the ground? Not without boots on the ground, but I think one would need very few Western boots on the ground, probably more than the 50 that we have there now, actually 50 people, 100 boots. We need to substantially increase our use of air power. Back when we were moving against Iraq in the first Gulf War in 1990-91, we flew thousands of sorties a day against the Iraqi forces and defenses and took them out relatively quickly. But the Obama administration has been flying an average of 8, that's not 18 or 80, it's 8 sorties a day, which is not really fighting, it is fiddling around. Ja, meneer Van Kappen. Woolsey zegt eigenlijk twee dingen. Artikel 5, ga samen met de NAVO deze strijd aan. En twee, Obama doet veel te weinig. Wat is uw reactie daarop?
Nou, hij begint met artikel 4. Hè. Artikel 4 is dat je mensen bij elkaar roept, zegt ik heb een veiligheidsprobleem en ik wil het met jullie delen. En dan wordt er daar bepaald of je artikel 5 inroept of dat er op een andere manier wordt opgetreden. Ik denk dat artikel 5 nog wel een stapje te ver is. Daar zijn we denk ik nog niet aan toe. Want? Nou, artikel 5 betekent nogal wat. Hè. Dat betekent dus dat de totale NAVO de oorlog in feite verklaart aan ISIS. En dat levert dermate hoeveelheid complicaties op, zowel politiek als militair. Daar zullen we nu maar niet ingaan. Maar ik denk dat dat echt een stap te ver is. Wat hij wel zegt is dat met name de Amerikanen er wel een tandje bij kunnen gooien voor wat betreft hun bombardementsvluchten. En dat ben je met hem eens? Dat ben ik met hem eens. Alleen heb je uiteindelijk toch een vorm van grondroepen nodig. Want je kan met vliegtuigen het gebied bezetten of een stad bezetten. Daar zou je uiteindelijk grondroepen voor nodig hebben. En is dan, als je dat zou doen, is dan een oorlog tegen IS, zoals Hollande het nu noemt, is die te winnen? Ooit? Nee. Een oorlog kan je winnen of verliezen. En als je te maken hebt met een tegenstander zoals IS, zo'n niet-statelijke actor, ja, daar kan je het niet tegen winnen in de klassieke zin. Een oorlog kan je winnen of verliezen. Maar je kan je niet veroorloven om het van ze te verliezen. En dat is wat anders. En eigenlijk, ik maak altijd de vergelijking maar met criminaliteit. Gaat niet helemaal op, maar goed. De oorlog tegen de criminaliteit kunnen we ook niet winnen. Maar dat betekent niet dat we de politie afschaffen en de rechtbanken afschaffen. Nee, wat we doen, is we drukken de activiteit van de criminelen zo ver naar beneden dat je als samenleving kan blijven functioneren. En zo moet je ook de strijd zien tegen dit soort niet-statelijke actoren, zoals ISIS enzovoorts. Die zullen nooit een vredesverdrag tekenen of de witte vlag hijsen. Dat gaat nooit gebeuren. Ze verdwijnen weer, waterbedeffect enzovoorts. Maar je moet het terugduwen tot een niveau dat de samenleving weer kan functioneren en de internationale gemeenschap weer kan functioneren. En dat is een langdurig proces. Er is een klassieke endstate, zoals het in alle oude handboekjes stond, die is er helemaal niet. De endstate is eigenlijk dat je een voortdurende inspanning moet plegen. En dat gaat jaren duren nog. Om ze dus op een niveau te houden zodat je weer kan gaan functioneren, dat de samenleving weer kan gaan functioneren en dat het Midden-Oosten weer in ieder geval stabiliseert. En dat zal nog een hele tijd gaan duren. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst. Frank van Kappen. Dank tot de eerst. Ja, het tegengaan van radicalisering lijkt dus niet goed te werken in Frankrijk en België. Uit België vertrokken ruim 400 geradicaliseerde jongeren naar Syrië. Uit Frankrijk meer dan 1200. Nederland heeft een andere aanpak. Uit ons land zijn 220 jongeren naar Syrië vertrokken. Je zou het een Nederlandse banlieue kunnen noemen. Maar volgens de bewoners valt Amsterdam Slotervaart best mee. Wij kregen deze woning via via en op een gegeven moment denk je van oeh, moet ik daar wel gaan wonen? Want je hebt toch wel een bepaald beeld van Slotervaart in je hoofd. En dat is eigenlijk, klopt dat beeld niet. Het is gewoon veel genuanceerder en als je gewoon contact maakt met mensen, dan zie je eigenlijk, dat is altijd zo, als je echt contact maakt met mensen, dan is het toch nooit zo erg als dat je in je hoofd dacht dat het was. Slotervaart is een van de wijken waar de overheid actief probeert radicalisering tegen te gaan. Waar in Frankrijk de nadruk ligt op repressie, draait het in Nederland om preventie. Omar Ramadan is antiradicaliseringsdeskundige van het adviesbureau Radar. Preventie ziet eruit eigenlijk door er in een hele vroege fase bij te zijn. Op het moment dat het nog onzekere pubers zijn, op het moment dat ze nog lang geen terreurverdachten zijn, om op dat moment zaadjes van twijfel bij hen te planten over die extremistische ideologie. En ze zelf tot het inzicht te laten komen dat school en stage afmaken in Nederland en Frankrijk veel beter is dan IS volgen. In het Nederlandse preventiebeleid speelt de wijkagent een centrale rol. Waar de politie in Frankrijk zich vooral bezighoudt met arrestaties, gaan Nederlandse agenten ook het gesprek aan. Hoe is het? Oei. De Amsterdamse wijkagenten hebben voortdurend contact met bewoners, jongerenwerkers en buurtorganisaties om te horen wat er in de wijken speelt. De kracht is in het zorgen dat je juist in vredestijd de juiste contacten en juiste verbinding organiseert met die spelers die op het thema van radicalisering een belangrijke rol spelen. En dat kunnen de moslimgemeenschap zijn, maar het kan de jongerenwerkers zijn, maar het kunnen eigenlijk ook gewoon de willekeurige bewoners zijn in de wijk. En wat we doen is te zorgen dat je die vertrouwensband organiseert en creëert. En dat vraagt heel veel van de wijkagent, met name in deze. En dat maakt dat het op het moment dat het speelt, dat je ook de juiste informatie krijgt en het daar neerlegt waar het thuis hoort. In Amsterdam zijn ook anderen betrokken bij het preventiebeleid.
Een rabbijn en een moslim gaan samen het gesprek aan met jongeren die dreigen te radicaliseren. Waar wij veel mee bezig zijn, dat er zijn natuurlijk jongeren die door allerlei omstandigheden een slecht zelfbeeld van zichzelf hebben, uitgesloten voelen, gediscrimineerd worden en daardoor beslissingen nemen. Waar we nu juist de afgelopen dagen mee te maken hebben gehad, in heel extreme vorm natuurlijk. Radicalisering, criminalisering. Wij zijn dus bezig heel gericht op jongeren waar die problemen spelen, om samen te kijken hoe wij die jongeren weer een beter zelfbeeld kunnen geven, hoe we kans kunnen geven, hoe we kunnen zorgen dat die wel in de richting van een stage gaat en wel in de richting van een baantje. En dat doen we niet alleen met de jongen zelf, maar ook met familie eromheen, broertjes, zusjes, ouders. En zo kun je mensen omhoog trekken en dan kun je een heel groot probleem oplossen in de samenleving. Ook hier bestaat gewoon de kans van een aanslag. Ook hier heb je een groep die zich heeft afgekeerd van de samenleving, die zich keert tegen de samenleving en groepen daarbinnen, die de democratie omver wil werpen. Dat heb je in Nederland ook, dat heb je in elk Europees land tegenwoordig helaas. Maar die groep is hier wel kleiner en het contact met de meelopers, het contact met de ouders is in Nederland behoorlijk goed. Ouders van radicale of radicaliserende jongeren die worden in Nederland gezien als partners. Als partners waar de autoriteiten mee kunnen samenwerken om te voorkomen dat broertjes en zusjes beïnvloed worden. Om te voorkomen dat een hele wijk die kant op gaat. Terwijl er ook wel andere landen zijn waar de gemeenschap meer als een hotspot van terreur wordt gezien. En dan keert zo'n hele buurt zich af van de samenleving en dan ben je verder van huis. Waar komt u zelf vandaan? Uit Israël. Ja, geboren in Israël, opgegroeid in Friesland. Dus. Maar dat levert geen probleem op? Nee. Ik heb wel getwijfeld of ik het dan openlijk ging zeggen tegen mijn buren. Maar heb ik wel gedaan uiteindelijk. Omdat ik dacht van wat maakt het uit, weet je. En het is dan ook misschien wel juist een kans om contact te maken met een Israëli zonder dat je, net als het beeld wat ik had toen ik hier kwam, van misschien is het spannend of eng. Is dat misschien voor hun ook zo dat zij denken Israëli's zijn klootzakken, bij wijze van spreken. En dan is het een kans om dat te ontkrachten, denk ik. Ja, dan is het tijd voor de sport. Maar de sport gaat ook weer verder met Parijs, hè? Ja, het EK voetbal van volgend jaar in Frankrijk gaat bijvoorbeeld gewoon door. Dat laat de Europese Voetbalbond vandaag in een verklaring weten. De veiligheid en beveiliging staan centraal in de plannen voor de organisatie, aldus een woordvoerder. Bij de UEFA werd vandaag een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. Opmerkelijke aanwezigen op het hoofdkantoor in Lyon, Michel Platini. De voorzitter van de UEFA is geschorst voor zijn aandeel in de fraudezaak bij de FIFA, de Wereldvoetbalbond. Platini, hij is Fransman, schond bewust zijn schorsing. Direct na de minuut stilte verliet Platini alsnog de zaal. Gaan we verder met Oranje. Het gaat niet over de opstelling en het gaat al helemaal niet over het sentiment dat normaal gesproken leeft bij interlands tussen Duitsland en Nederland. Het Nederlands elftal bereidt zich in Hannover voor op een bijzondere oefenwedstrijd en Ayot Kloosterboer is daarbij. Ayot, goedenavond. Is er nog nieuws te melden daar in Hannover? Goedenavond. Ja, een opmerkelijk nieuwtje. En dat is dat hier in het stadion hier achter mij van Hannover 96 morgen tijdens de interland een Frans volkslied zou klinken. Dus geen Wilhelmus, geen Duits volkslied, maar de Marseillaise. Moet je je voorstellen dat daar een Duits elftal staat en een Nederlands elftal. En die beide volksliederen worden niet gespeeld, maar de Marseillaise. Ja, een opmerkelijke beslissing. En het is een goed gebaar, denk ik ook. Dat allemaal morgen. Vandaag was het de dag van de persconferenties. We begonnen met de Duitse persconferentie en dat was een indrukwekkende bijeenkomst, kun je rustig zeggen. En je zou ook kunnen stellen dat iedereen die erbij is geweest in Parijs, dat geldt niet alleen voor de spelers en de coaches, maar ook voor de journalisten, dat hij nog steeds de schrik in de benen heeft. En dat merkte je aan alles. Het ging dus over Parijs. Het ging inderdaad, zoals je zegt, niet over opstellingen. Het ging over Parijs, over de impact van Parijs, de gevolgen van Parijs. En Joachim Löw, samen met Oliver Bierhoff en Joachim Löw, de bondscoach van Duitsland, sprak openhartig over wat die avond met hem en het team heeft gedaan.
eerste reactie van hem was na de wedstrijd, we moeten die wedstrijd tegen Nederland helemaal niet meer spelen. Maar na één nachtje slapen dacht hij daar toch anders over. Ik denk dat deze spel even dan ook een klare boodschap en een klare symbool, even ook een boodschap voor die vrijheid en voor die democratie. En natuurlijk ook uit verbondenheid en metgevoel en trauer en solidariteit voor onze Französische vrienden. En deswegen wünsche ik mir sehr, dass diese viel zitierte sportliche Rivalität, die es ja auch immer gab zwischen Deutschland und Holland, mit dem morgigen Spiel eben auch zuerst mal in den Hintergrund tritt und dass eben auch dieses Spiel stattfindet mit ganz anderen Werten und für andere Werte. Ja, heel duidelijke taal van de Duitse bondscoach. Hij heeft het over de symboolfunctie van dit duel. Laten we gaan naar Nederland en zijn collega Danny Blind. Wat zegt hij? Ja, Danny Blind was aan het begin van de avond aan de beurt hier in het stadion in Hannover, waar Oranje trainde. Blind hield het kort en sober. Hij begon met het voorlezen van een statement, een persverklaring. En daarin zei hij onder meer het volgende. De Duitse voetbalploeg heeft een emotioneel weekend achter de rug. Dat weten we allemaal. En we hebben er dan ook veel respect voor dat ze morgen toch willen spelen. Dat willen wij ook. Ik ben ook vast niet de eerste die het zegt, maar ik vind dat we door deze wedstrijd te spelen een gebaar maken. Op de eerste plaats is het een gebaar naar de slachtoffers en nabestaanden. Naar het Franse volk. Maar het is ook een signaal in het kader van vrijheid, democratie en solidariteit. Juist sport heeft een verbindende kracht en die moeten we gebruiken. Ja, dat is dus wat Danny Blind, de bondscoach van Nederland, zei vanavond. Dankjewel, Ajot Kloosterboer. Wie Johan Cruijff zegt, zegt Ajax. Maar de liefde tussen de twee lijkt over. Cruijff neemt afstand van de club waar hij het grootste icoon van is. Hij stopt per direct met zijn rol als adviseur omdat zijn plan, het plan Cruijff, niet wordt nageleefd. Dit zegt Cruijff vanmorgen in de Telegraaf. Al jarenlang stel ik vast dat de kern van mijn visie niet binnen Ajax wordt uitgevoerd. Daar komt bij dat ik steeds sterker het gevoel heb gekregen dat dit bewust gebeurt. En aan spelletjes doe ik niet mee. De revolutie van Cruijff begint met een column in de Telegraaf op 20 september 2010. Directie, beleid, spelers, er deugt volgens Cruijff helemaal niets van. Er moeten koppen rollen. Het eerste slachtoffer is trainer Martin Jol. Frank de Boer, een vertrouweling van Cruijff, neemt het over. Maart 2011. Cruijff publiceert een rapport over Ajax met harde conclusies. De jeugdopleiding is ondermaats en het bestuur weet niets van voetbal. Er moeten meer oud-spelers bij de organisatie betrokken worden. Je bent toch een blinde als je ziet dat het niet goed gaat? Zelfs als je door moet gaan tot het einde, dat wil zeggen dat de directie vervangen moet worden. Dan zal de directie vervangen moeten worden. Eind maart stapt het bestuur van Uri Coronel op. De druk vanuit kamp Cruijff wordt Coronel te veel. Ik ben gezwicht voor twee dingen. Voor het feit dat at the end of the day Cruijff altijd belangrijker is dan wij. Want Cruijff is het grote icoon van deze club. En voor het feit dat er een moment komt dat het mij te veel wordt. Nou, het bestuur, dat heeft zijn zetel ter beschikking gesteld, hè, de drie. Ja. En nu? Ja, dat weet ik niet. Ik heb er niks met de organisatie in de club te maken. Dus ik weet het niet. Ja, ik vind het alleen jammer dat ze weg zijn. In de zomer van 2011 neemt Cruijff zelf plaats in de nieuwe raad van commissarissen. Maar het botert niet tussen hem en de andere leden. Wel worden een paar hervormingen volgens het plan Cruijff doorgevoerd. Zo wordt er een technisch hart geïnstalleerd met daarin behalve hoofdtrainer Frank de Boer ook assistenttrainer Dennis Bergkamp en Wim Jonk als hoofdopleidingen. Maar binnen de RVC ontstaat grote onenigheid over de opvolger van algemeen directeur Rick van den Boog. Cruijff wil Tseula Ling of Marco van Basten op die stoel. De andere vier commissarissen werken tegen en zij komen zelf met een naam. De aartsvijand van Johan Cruijff, Louis van Gaal, wordt de baas bij Ajax. Cruijff is des duivels. Dat er dus vier mensen wie eigenlijk nooit bij die club gehoord hebben, het hele club in de fik steken op een of andere manier. Dus het is gewoon te gek om los te lopen. Het kamp Cruijff gaat naar de rechter om de aanstelling van Gaal ongeldig te laten verklaren. En krijgt gelijk. Daarmee sneuvelt ook de raad van commissarissen. Een overwinning voor Cruijff. Hij stapt zelf ook op uit de RVC, maar blijft vanuit Barcelona betrokken.
Oud-voetballers Mark Overmars en Edwin van der Sar treden toe tot het bestuur van Ajax. Ondertussen loopt de spanning op jeugdcomplex De Toekomst op. Er ontstaat een breuk in het technisch hart. Met aan de ene kant Jonk, orthodox in de Cruijffleer. Het begint gewoon bij de vier pijlers van het plan wat we gemaakt hebben met Johan. En ik zelf ben daar ook medeschrijver van. En aan de andere kant de pragmatischere Bergkamp, De Boer en Overmars. Jonk overlegt niet langer met hen. Hoewel Ajax in de jaren erna sportieve successen viert met 4-op-1 volgende landstitels, komt er van het plan Cruijff niet veel terecht. Europees presteren de Amsterdammers ondermaats en de jeugdopleiding levert te weinig talent af. Cruijff laat vertrouweling Tjöla Ling een rapport opstellen dat weinig heel laat van de leiding bij Ajax. Het technisch hart werkt niet samen, er is onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden en aankopen worden niet overlegd. Afgelopen dinsdag. Wim Jonk wordt ontslagen. Dit is voor Cruijff de druppel. Hij trekt in zijn column van vandaag zijn handen af van Ajax en draagt daarmee het plan Cruijff ten grave. Ja, betekent dat de rol van Cruijff bij Ajax wel eens voorgoed uitgespeeld kan zijn. Andere mensen moeten het voortouw nemen. Bijvoorbeeld Edwin van der Sar, beoogd algemeen directeur. Is dit een zwarte dag voor Ajax? Nou, het is natuurlijk een proces waar we een tijdje in zitten eigenlijk. Daar werken we al een periode mee en we hopen dit op zo goed mogelijk manier af te ronden eigenlijk. Het is niet fijn. Hoe bedoel je proces? Je zag het aankomen? Nou, aankomen. We zijn natuurlijk een tijd lang zijn al gesprekken gaande eigenlijk. Uiteindelijk moet je op een bepaalde manier moet dat verder ingestoken worden en moet de club verder. Heb je gerealiseerd dat jullie met het breken met Jonk Cruijff ook zo zou reageren? Het is zijn apostel, zijn leerling. Hebben jullie dat je gerealiseerd? Nou, over de maanden, over het jaar zijn er vele gesprekken zijn er gevoerd. En ook met Johan. Kijk, ik denk het belangrijkste is dat de filosofie niet verandert eigenlijk. De jeugdopleiding is zo decennia lang de ader van waar Ajax op draait. En dat gaat niet veranderen. Dus dat blijft nog steeds gewoon zo. Ja, toch is dat gek. Uitgangspunten van plan Cruijff blijven dus, terwijl Cruijff er zelf niks meer mee te maken wil hebben. Jonk niet. Dat begrijp je? Een beetje vreemd. Nou, kijk, je kan er natuurlijk een naam aan hangen inderdaad, maar ik denk dat ook de trainers die al heel lang hier werken, of die er kort bij zijn gekomen inderdaad, alles draait om de jeugd bij Ajax. Hè. De doorstromer na het eerste elftal, die is verbeterd. En op vele vlakken zijn we bezig en daar is dit een onderdeel van. Het is onomkeerbaar. Er is geen lijnpoging meer met Wim Jonk mogelijk en dus ook met Cruijff. Ik denk dat je dat meer dan 5 vragen waren onderhand, toch? Ja, nou, de vraag blijft van, is dit nu definitief? Cruijff en Ajax, er is nu een breuk. En ik kijk of er nog een mogelijkheid is tot een lijnpoging. Is die er nog? Ja, maar die vraag is van mij vaker gesteld en we zijn heel vaak met elkaar in op verschillende gremia's zijn er pogingen ondernomen inderdaad om in gesprek te komen, om te blijven, om standpunten neer te zetten. En dat hebben we met z'n allen gedaan. Dus niet? Dankjewel. Tot zover de sport. We zijn er nogmaals rond 11:30 is dat op NPO 3 met het EK-journaal. En dan speelt Ierland tegen Bosnië-Herzegovina. Dankjewel, Gert. Jeroen, doen we nog even het weer. Hè? Het weerbericht. Vannacht is het bewolkt. Periode met regen. Minimaal rond de 11 graden. Ook morgen is het bewolkt en vandaag regent het. 14 graden wordt het in de avond. En de nacht naar woensdag kan het langs de kust wel gaan stormen. Dit was het voor vanavond. Zometeen het late NOS-journaal rond middernacht op NPO 1. Morgen zijn wij er weer. Heel graag tot dan. Fijne avond. Dag.